Hi mensen, welkom bij vlog 25. Ik ben al een week in Nederland, maar ik begin nu pas met vloggen en ik ga jullie morgen uitleggen waarom. Vandaag heb ik geen tijd. Ik ben bij Eulange in Rotterdam. Bij de verjaardag van Vianney. Het is een surprise party, dus ze is er zelf nog niet. En hij doet gewoon die muziek harder, terwijl ik gewoon aan het praten ben, maar maakt niet uit. In ieder geval, surprise party. Het is nu 10 uur. Ik ga gewoon wachten tot ze komt en ik neem jullie gewoon mee vanavond met alles wat we hier doen. Ik laat ook even zien wat er rondom me is. Eulange in Rotterdam, mensen. Oh ja, er zijn dus nog niet echt mensen, maar dat komt omdat het... Dat komt omdat het net bezoek begonnen, dus iedereen moet nog komen. Ballon, hè? Ballon. Ik ben al lang blij als ik energy op mijn face heb. Energy van 30 cent. Is ijs, hè? Wat jullie zien is ijs. Eigenlijk moet ik gewoon mijn tong er zo aan doen. En dan blijf ik ook pakken, net als in al die films. Helemaal fout. Morning mensen, ik heb echt lekker geslapen, maar ik ben nog steeds moe. Gisteren was super gezellig. Wow, ik bewoog mijn camera. Gisteren was super gezellig, maar nee, niet maar. En er waren heel veel artiesten en dat was echt heel leuk. En vandaag is een leerdagje. Oh ja, en ik zou jullie nog vertellen waarom ik nog niet was begonnen met vloggen. Heel kort gezegd, ik had tentamenweek, ik was moe, ik had jetlag enzovoorts. Zulke dingen. En ik wist ook niet zo goed wat ik nou moest gaan doen. Wat moest ik nou gaan vloggen. Ik wist het gewoon even niet meer. Moest weer even omschakelen naar Nederland. Dus ja, dat. En net wou ik jullie laten zien hoe mooi ik een ei aan het bakken was. En toen besloot mijn camera leeg te zijn. Het was leeg. Helemaal verpest. En het is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar het is oké. Dus ja, dat. Vandaag ga ik dus... Ik ga nu ontbijten. Maar eerlijk gezegd, het is 4:30 mensen. En daarna ga ik leren, because it's a study day. Want ik heb bijna mijn theoretische tentamen. So, en ik heb nog niet geleerd, dus dat ga ik vandaag doen. Misschien niet zo mooi, maar it tastes good. Hey peeps, het is nu 11:30 of zoiets. Ja, zoiets. En ik heb eigenlijk de helft van de dag alleen maar geleerd. Want ik begon natuurlijk pas om 5:00 of zo. En natuurlijk tussendoor wel gegeten en zo. En heel veel op mijn telefoon gezeten. Echt super slecht. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen is... Ik wil wel meer gaan vloggen. Maar ik heb gisteren ook best wel veel beelden gemaakt, zeg maar. Want er waren ook heel veel artiesten. En dat heb ik allemaal voor jullie gevlogd. En ja, dus ik denk dat het beste is dat ik dit nu gewoon ga editen. En ga plaatsen. Want ik zit nog steeds in mijn tentamenweek. En dat betekent dat ik heel, qua tijd en zo, ik heb het gewoon heel, echt heel druk. En ik vind het super leuk om te vloggen. Echt, ik doe het echt heel graag.
Maar op dit moment moet ik ook denken aan mijn school, zeg maar. En waar ik sowieso over na zat te denken is... Misschien is het ook leuk om mij beter te leren kennen voor jullie. Dus ik dacht, misschien is het ook leuk als jullie vragen aan mij gaan stellen die ik ga beantwoorden. Dus een soort van Q&A. Dus vragen kunnen jullie gewoon of via Instagram in mijn DM. Ik ga mijn mail ook in de beschrijving zetten, zodat jullie ook kunnen mailen. Dus als jullie vragen hebben, wat zouden jullie graag willen weten over mij? DM, mail me. Dan kan ik daar ook een keer een video over maken. En verder, ja, er zit nog wel veel meer aan te komen. Pranks, challenge. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. What the fuck? Minder schelden. Ja, minder schelden. Dus ja, ik ga deze gewoon editen. Plaatsen. En mensen, blijf liken, delen en abonneren. Because I need you guys, you know. I really need you guys. Ja, dus ik zie jullie in vlog. Ik ben in Nederland, dus ik moet wel weer kunnen tellen. 26. Oké, okay, ik zie jullie in vlog 26. Bye!